Mogelijk gemaakt door Beestenplein, Welzijnscentrum voor huisdieren. Wij dragen op verschillende manieren bij aan het huisdierwelzijn. Hoe? Kijk op www.beestenplein.nl. Hoi allemaal en leuk dat jullie weer kijken. En vandaag gaan we jullie voorstellen aan Saartje en Suus. Deze twee meiden zijn ongeveer 2 maanden geleden hier gebracht op een leeftijd van ongeveer 4 maanden. Omdat ze niet tam werden. Nou, dat kan. En ze zijn ook inderdaad, zoals je ziet, niet echt heldhaftig aangelegd. Ik zal ze toch even laten zien. Eng. Nou, zoals je ziet, het zijn zusjes. We kunnen ze niet eens uit elkaar houden eigenlijk. En ze zijn samen ook heel erg leuk. Ze hebben echt wat aan elkaar. Het is ook meerdere keren gebleken dat ze dat ook heel goed tegen een derde cavia kunnen keren. Want ja, we hebben nu 2 castraten bij ze gehad tijdelijk. En ja, die moesten toch wel even ontgelden. Het waren gelukkig wel hele relaxe castraten die daar wel mee overweg konden. Maar ja, het zijn echte meiden, zullen we maar zeggen. We pakken ze meerdere keren per week even uit de kooi. Zodat ze leren om opgepakt te worden. Nou, mooie billen hebben ze zo te zien. Ik dacht, misschien zien we nog een hoofdje, maar nee. Maar daardoor zijn ze dus al wel een heel stuk minder angstig geworden. Het hoeven echt geen knuffels te zijn. En we willen ze ook niet uitplaatsen bij mensen die ze echt, zeg maar, ja, toch voor het grootste deel voor de kinderen willen hebben. Maar ja, er zit echt wel verbetering in. We zien ook vaker dat dat ook een beetje met de leeftijd te maken heeft. Ze zijn nu dus ongeveer een half jaar. En ja, in de loop van het eerste jaar zijn ze gewoon ook heel erg druk en impulsief. Hormonen spelen dan... Hi! Toch nog jullie hoofdjes op de foto, hè? Oh, ja. Nou ja, hormonen die spelen dan natuurlijk ook nog mee. En na het eerste jaar dan, ja, dan zie je ook vaak dat dieren ook sowieso wel iets rustiger worden en wat relaxter worden. Maar ja, zoals je ziet, er wordt dus al aan gewerkt. En dat zullen we ook nog eventjes laten zien. Nou, inmiddels zit Saartje / Suus in, ja, in een theemuts. En je ziet... Zo verkeerd doet ze het eigenlijk niet als ze eenmaal uit de kooi is. Hebben we ook wel, zeker met dank aan onze vrijwilliger Max, hard aan gewerkt. En je ziet gewoon elke week verbetering. Neem niet weg dat het nog steeds nogal pittige dames zijn, zowel Saartje als Suus. Ze zoeken eigenlijk voor hun een plekje waar ze begrepen worden. Dus waar ze gewoon met z'n tweetjes kunnen zijn, want dat gaat echt heel goed. En waar ze niks moeten. Want ja, dit zijn dus wel gewoon cavia's die echt hun eigen ding moeten kunnen doen. En waar mensen gewoon heel veel geduld mee hebben. Want ja, dat hebben zij echt nog net een beetje meer nodig dan normaal. Hè? Ja. Nou, jij mag zo terug. Yay! Je zou zo niet zeggen dat het een watje is, hè? Nee, hè? Nou, tot de volgende keer weer. Doei! We hebben ook een online e-magazine. Wil je daar lid van worden? Ga dan snel naar kenniscentrum.beestenplein.nl.